Goedemorgen Nederland. Nou, ik had gisteren even een leuk gesprekje met een goede vriend van mij. Nou, voordat ik je zo noem, moet er tegenwoordig wat gebeuren, maar ik heb er in elk geval één. Waar ik heel blij mee ben. En we hadden even een geintje. En hij zei, ja, hij zei, ik heb een keer een kerstbrood, zo'n kerststol. Ik vind die dingen niet te vreten. En die had ik in de sloot gemikt. En een jaar later kijk ik in die sloot, ligt dat ding er nog. Alsof hij uit de verpakking kwam. Oh. Ik zei, nou is mijn ervaring ook met die dingen. Kerststollen, paasstollen. Dan neem je drie sneden van af en je vergeet dat ding. En een half jaar later kijk je in de kast en denk, nou, ik kan net zo goed weer een sneetje afsnijden. Want er markeert nog steeds niks van. Hij zei, ja joh, hij zei, die dingen, je gaat nog licht geven van de chemicaliën die erin zitten. Ik zei, hey, idee. Dus als we nou eens met z'n allen alleen nog maar kerstbrood gaan eten en paasstollen. Nou, dan gaan wij misschien ook wel licht geven in het donker. Nou, dat heeft de wereld toch nodig, licht in het donker. En dan hebben we misschien ook wel het eeuwige leven. Onzin natuurlijk. Maar we moesten er zo om lachen, dat grapje. Dus, nou ja, kijk, het echt, hè, eeuwig leven is, wordt ons aangeboden door Jezus Christus. En het is voor degenen die zijn geboden doen. Ik blijf het zeggen, Matthäus 5, Matthäus 6, Matthäus 7. Het is zo simpel, mensen. Een kind kan het begrijpen. Maar tovenaars lekker niet. Die kunnen het koninkrijk van de hemelen niet binnengaan. Oh, ze proberen het op alle mogelijke manieren. Met liederen zingen en profiteren en de geheimen van God ontdekken en toepassen. Je moet het leren toepassen. Hocus pocus. Nou, misschien kunnen diegenen dan, als alle wolven in schaapskleren, nou eens even kerstbrood en paastol gaan eten. Alleen op patat. Misschien is er voor hen dan nog hoop op die manier. Nou, even een grapje tussendoor, jongens. Tussen al het geestelijke oorlogsgeweld. Fijne dag allemaal. Je ziet wel wat een zuurpruim ik ben, hè? En hoe verbitterd ik elke dag het internet afspeur. Oh, ik ben zo bitter en niet vrolijk in dit leven, joh. Oh, mooi, mooi. Ja. Wat ik nog wel even wil zeggen over die afschuwelijke preek van Klaas van Tenderen. Hoe hij in die preek zegt dat hij heeft geleerd om huppelend als er strijd op zijn pad komt. Dus hij wordt aangevallen, joh. Ja, hij merkt het niet, hij heeft er geen eens last van. Want ja, het is voor hem alleen maar weer een vooruitzicht op de volgende buit in dit leven. Dus, oh, word ik aangevallen, heb ik strijd? Oh, heerlijk, heerlijk. Oh, ik geniet ervan. Ik geniet ervan. Ik ga vast op het terrasje zitten. We zullen zien welke buit hier nu weer uit voortkomt, zegt Klaas van Denderen. Nou, echt lijden als je wordt aangevallen door de duisternis. En je lijdt in de handen van de goddelozen, zoals Christus geleden heeft in hun handen. Van de religieuze goddelozen. Klaas is een religieuze goddeloos. Ja, dat ben je, Klaas. Oh ja, dat ben jij. Hè? Maar als je echt lijdt, onrecht lijdt, ter wille van Christus. Hè? Zoals het extreme voorbeeld maar weer van een gevangene in Noord-Korea in een kooi. Die kan niet op een terrasje gaan zitten vieren zijn volgende buit. Die hij binnenkort weer mag ontvangen van de Heer. Hij die lijdt gewoon daadwerkelijk honger en daadwerkelijk pijn en daadwerkelijk kou. En daadwerkelijk haat elke dag en marteling. De Heere gaat jullie wolven in schaapskleren oordelen op je eigen woorden.
Oh, je geniet zo? Oh, je geniet zo? Als het lijden jou ten deel valt, Klaas, ga je dat nog zeggen als alles straks van je weg is genomen? Ga je dan ook jubelend in de sauna zitten? Nou, daar heb je dan geen geld meer voor. Dan zit je misschien wel onder een brug, zonder je gezin en al je vrienden. Zit je dan nog te jubelen, Klaas? Ik zal je één ding vertellen, toen ik door België liep. En ik wist niet wat er ging gebeuren, gewoon niet. Ik wist alleen, de Heere is met mij in al mijn lijden. In al mijn lijden, de Heere is met mij. En ik heb hem bejubeld. Oh ja. Oh ja. Dwars door al mijn tranen heen. Dwars in al het gevaar heb ik hem bejubeld. Terwijl de tranen soms over mijn wangen liepen, ik zei: Vader, mag ik naar huis? Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Daar weet jij niks van Denderen. Het gaat je ten deel vallen. Let maar op. De toorn van de Heer rust op jou, mannetje. Heb je het gehoord? Laat het weer niet horen, hè? Nou, jongens. Ga maar naar het kerstbrood, Klaas. Misschien ga je daarvan licht geven. Hè? Hé, hey mensen. Fijne dag, hoor.